Wow, wat is dit nou weer? Kelvin, je uploadt zo fucking veel video's laatst uit. Hoe kan dat nou? Nou ja, ik heb er zin in. Soort van goed voornemen. Zo van maak alleen maar video's en doe verder niks met je leven. That's me. Ik maak deze video speciaal omdat ik een apart iets heb gedaan. Namelijk iets wat je niet elke dag doet. Namelijk de Unigma Experience. En jullie weten ongetwijfeld niet wat het is. Dus daar maak ik deze video. Want dan weet je wat het is. Snap je? Ik ben een soort van leraar. Jullie weten allemaal dat ik best wel een individueel persoon ben. Ik bedoel, ik maak het grootste gedeelte van mijn video's alleen. Zegt de man die vorige week elke dag een video heeft geüpload met iemand anders. Maar. En ik vond het wel interessant om erachter te komen. Omdat ik toch wel een individueel persoon ben. Waar ik dan goed in ben en waar ik minder goed in ben. En die mogelijkheid was er door het doen van een bepaalde ervaring. En dat heb ik gedaan en dat heb ik gefilmd. Dus dat gaan we vandaag kijken. Mensen, geniet. Kijk en verblijd jezelf met mijn aanwezigheid op jouw beeldscherm. Oké, ik had dus een adres doorgekregen waar ik heen moest. Dus ik fiets daarheen. Op een gegeven moment kom ik bij een heel groot gebouw. Staat er zo, Vrije Universiteit van Amsterdam. En ik ging echt van... Ik dacht bijna dat het een soort van truc was van mijn moeder om me weer op school te krijgen. Dat dacht ik. Mama, ze kijkt, het is niet gelukt. Maar blijkbaar had er niet zoveel te maken met de Vrije Universiteit. Want er was een soort middenplein en daar stond een tent. En daar stond een soort van container en wat dan ook. En daar was het gaande. En toen kwam ik daar ook. Dacht ik, hallo allemaal. En toen waren er allemaal mensen. En out of nowhere, ik wist niet dat dit gaande was. Maar Teske was er ook in één keer. Weet je wel, dat meisje van... Ik doe het elke keer opnieuw. Teske en ik gaan way back, je weet toch. We hebben nog in één bed geslapen. Mert, maak je niet druk, want er lag nog een andere dude ook in dat bed. Dus... Aangezien Teske en ik al heel lang al terug in de tijd gaan. We kennen elkaar al heel lang. We genieten al tijden van elkaar. Dacht ik, weet je wat, laat ik het even lekker ongemakkelijk maken. En dat was wel redelijk, soort van redelijk gelukt. Nou, toen kwam natuurlijk het redelijk officiële gedeelte. Het moment was daar. Het gekibbel was voorbij. Ik moest even luisteren naar een mannetje. Hij zei allemaal interessante dingen. Welkom bij Unigma. Jullie gaan straks naar binnen in deze mysterieuze container. Elke challenge die je oplost, zorgt ervoor dat er een laadje open gaat. Je doel is om zoveel mogelijk laadjes open te maken. Eén tip, jullie kunnen samenwerken. Nog één tip is, hou alle oren, ogen, neuzen open. That's it, 10 minuten. Ja, dat lijkt me goed. Ja, doe het. Weet je wat gewoon het lastige is aan zo'n man die je dan allemaal dingen vertelt? Je komt net op een locatie waar je nog nooit bent geweest. Je ontmoet allemaal mensen. Je hebt zoiets van, oké, ik vind het wel lachen. Dit is nieuw. Ik heb zoiets, hè? Hallo? Hey, leuk. Dan gaat de man jou allemaal dingen vertellen, maar die houdt het allemaal echt vaag. Die zegt, je moet samenwerken. What does that even mean, man? Ik weet nog niet eens wat ik ga doen. Ik vond het een aardige man. Het was gewoon meer het feit dat ik dusdanig vergeetachtig ben. Dat ik toen ik naar binnen liep in dat ding, dat ik alweer was vergeten wat die man had gezegd. En dat bleek ook. Oh ja, hoe... Even, voordat de actie gaat beginnen, heel even besef. Hoe kan het dat ik altijd gebeurt dit. Dit fucking plukje uit mijn pet. Altijd. Als je mij een keer het echt tegenkomt en er steekt een plukje achteruit mijn hoofd, uit mijn fucking pet. Vertel het maar alsjeblieft. Het enige wat ik nu kan doen is naar die video kijken en denken, ja, klopt. Het was waarschijnlijk de hele dag zo. Top. Lekker. Live. Mensen, de tijd is al begonnen. Oh, dat geluid. Op dit punt lijkt het gewoon alsof ik gewoon random shit aan het intypen ben, maar dat. Maar het is wel degelijk zo dat ik een tactiek had, want ik hoorde allemaal geluiden zo van piep, 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 piep. En toen dacht ik, hey, die knoppen maken ook geluiden, dus ik ging zo helemaal Sherlock Holmes op die shit. En toen uiteindelijk dacht ik, hey, tuk, 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 klaar, klaar. Dat is gewoon klaar, ik had gewoon. Boy, boy! Ja, ja, haha! Oh ja, hier kan ik open. Let's get, oh, oké. What the fuck, het licht gaat uit, oh! Zetje, aan de kant. Boeja, boy! Dit is open. Een lichtknop. Ik weet niet wat je moet doen! Dit rode ding moet naar het rondje. Ik kan draaien. Teske Jan beantwoorden! Eén tip. Jullie kunnen samenwerken. Teske Jan beantwoorden! Dat is daadwerkelijk iets wat ik heb gezegd. Kelvin, what the fuck? Ik schreeuw gewoon keihard wat de bedoeling was. Dit moet en dit moet. En Teske zat er gewoon naast. Dus het was logisch dat ze dat ging pakken. Maar het was ook de bedoeling. Maar het enige wat ik kon denken is... Nee, zal Jan beantwoorden! Sorry, Teske. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Vind je nog steeds aardig. Ik zie een paar grootletters. E, een F en een S. Kan je toch niks mee verder? Ik kom er niet in met mijn hand. Ik heb een veel te grote hand. Oh, hier. Oh, ik heb een auto. What the fuck, moet ik maar in een auto? Oké, ik ga dus blijkbaar nu een auto erin rijden. Dat was helemaal geen slecht idee. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik mijn hand, dat er een gat zat in die doos. En ik moest mijn hand er dus insteken. Maar ik weet niet mijn hand is groot, oké? Mijn hand is groot. Maar het grappige was, ik zag een gat en daar moest mijn arm in. Maar het probleem was, ik kreeg gewoon mijn hand er niet in. En ik hoorde Teske, je moet je hand er gewoon insteken. En ik had zoiets van, dat kan niet. Blijkbaar had Teske een hand met een diameter van 1 millimeter die er gewoon in paste. Mensen met kleine handen hadden gewoon een voordeel in de maatschappij. Dat vond ik moeilijk. Dat is 531.
Ja, ik heb weer iets goed. In de laatste minuut, jongen. Wat de fuck is dit? Oh, fuck, nog 20 seconden. Ik moet ruiken. Oh, lekker ruikt dit, jongen. Oké, dus op een gegeven moment was ik dus... Ik was echt bezig. Ik was echt bezig gewoon. Ik had gewoon shit, ding na ding. Ik was gewoon helemaal klaar bijna. En op een gegeven moment trek ik een laadje open. En er zaten allemaal flesjes in met geuren. En op het moment dat ik dat flesje opendoe, ik ruik, ga ik echt soort van... Was ik soort van verlamd. De meest lekkere geur ever kwam uit het flesje. En blijkbaar moest je iets doen daar met, kleur, met geuren en zo. Maar ik zag, weet je wat, ik heb 4 seconden op de klok. Maar ik ging nog al mijn best proberen te doen om het allemaal te fixen. En ik was echt bezig. Snap je? Ik was echt gefocust. Nee, boy! Ik word het gewoon mee. Dit ruikt zo lekker. Volgens mij heb ik het niet rampzalig gedaan. Want ik heb wel degelijk wat dingetjes soort van gefixt of zo. Maar ik ben wel benieuwd hoe Tesk het heeft gedaan. Toen had ik nog 3 seconden en toen later nog 2 seconden, toen 1 seconde en toen was het klaar. Het enige wat ik kon doen is aan die flesjes ruiken gewoon. Eigenlijk het beste wat ik kon doen. De resultaten worden op dit moment eventjes uitgeprint. Jij zei op een gegeven moment zei je zo van, ja, ze jammer, maar we konden toch juist punten. Ja, dat is ook waar. Maar toen ik het zei dacht ik ook van nee, het is helemaal niet lief van wat ik dit zeg. Mag ik hem nog afmaken? Ja, ik wil ook zo graag afmaken. Ik heb de uitslag binnen en er staat op, ik lees het even hardop voor, ik ben iemand die veel denkt, dus nadenkt, strategisch nadenkt over bepaalde dingen. Nou ja, dat wist ik al wel van mezelf, denk ik. Handel wel vanuit mijn intuïtie, dat vind ik tof, had ik niet verwacht. En ik ben best wel introvert en dat wist ik ook wel een beetje van mezelf. Ik ben vaak best wel gefocust, als ik echt focus, moet ik echt alleen in mijn zone zijn, alleen bezig. En dan ben ik niet heel erg, ga ik niet heel snel hulp vragen aan andere mensen. Daar ben ik dus blijkbaar goed in. Jeetje joh, wat een kennis, wat een ervaring dit. Blijkbaar had ik best wel een hoog level van introversie en dat vond ik best wel interessant en ook best wel leuk. Want als ik niet film, geloof het of niet, dan ben ik best wel gewoon die dude die gewoon zit en niet zoveel zegt en gewoon iets doet en dan daar wel vrede mee heeft. Ik kan gewoon letterlijk gewoon urenlang gewoon naar buiten kijken, niks zeggen. Staat een beetje in contrast met hoe jullie me kennen, namelijk ongeveer zo. Al met al ben ik er best wel achter gekomen waar ik goed in was en waar ik niet goed in was. En dat zelfs op een leuke manier. Dus natuurlijk ga ik in deze video's altijd een beetje treiteren en zo. Dat vind ik leuk. Maar bottomline was dat ik het wel degelijk echt een leuke ervaring vond. En ook een leerzame ervaring. Dus dat is fijn. En speciaal voor jullie, aangezien ik er in de vlogbeelden veel lekkerder uitzag, ga ik nog even terug naar toen. Want dat was leuk. Ik heb nog wat te zeggen. Dus hou je aandacht erbij, lieve mensen. Sorry. Waarom zei ik sorry? Of waarschijnlijk omdat ik geen paprika heb. Oké, mensen, dat was de video voor vandaag alweer. Ik vond het super leuk. Hier achter me zie je de Unique My Experience. De Unique My Experience is trouwens in samenwerking met ABN AMRO ontwikkeld. En wil jij er nou ook achter komen hoe jouw talenten het beste tot z'n recht komen? Ga dan naar werken bij abnamro.nl en daar kun je meer info vinden. Mensen, bedankt voor het kijken. Volgende video is weer gewoon een normale video uit mijn huiskamer. Bedankt voor het checken in deze extra video. Doei, eet paprika's. Hoi.